I'm getting chased down by Tiger Man. Zhou Sheng is in China een bekende vlogger. Mijn naam is de Zhou Sheng, maar mijn vrienden noemen me Steven. In mijn filmpjes vind ik dus leuk om rijst op mijn gezicht te plakken, omdat ik gewoon mooi uit vind zien. De bovenbouw van de Gouden Kraal in Huizen zit vol verbazing te kijken naar de filmpjes uit China. Ik begrijp niet hoe ze het mooi kunnen vinden. Ik vind ze een beetje eng en heeft wel hele dikke wenkbrauwen. Huh? Ik vind het gewoon niet oké, want je maakt jezelf lelijk en ja, je bent al mooi hoe je bent, vind ik. De Chinese internetters zeggen zelf dat ze door de operaties meer kijkers hebben, meer likes en dus meer geld. Nou, het is niet echt een operatie, maar de kijkers vinden mij wel zo mooier uitzien. En het zit ook zo lekker op mijn huid. Ja, ik snap het wel een beetje, want je wil natuurlijk niet dat je heel lelijk op zo'n filmpje staat als veel mensen ernaar kijken. Als ik soms een video opneem en ik wil zeg maar gaan livestreamen of zo, dan doe ik wel eerst van tevoren mijn haar. Ah. Ik wil wel graag een goede foto. Dus ik maak soms wel een foto een paar keer opnieuw om hem eindelijk goed te krijgen. Jij hebt zelfs ergens je hoofd weggekrast. Ja, omdat, nou, dan ziet mijn hoofd er niet zo leuk uit. Dus daarom heb ik dat gedaan. Deze kinderen zijn dus ook best een beetje streng voor zichzelf, maar ze zijn het erover eens. De Chinese vloggers gaan wel erg ver. Ik ben aan het vloggen.